Lieve kijkers en luisteraars van de FC Afkikken Daily van donderdag 25. Maar ik moest even snel kijken welke dag het vandaag is, want jongens, wij zijn hartstikke druk. Wij komen overal, Broer Stol, Marten Haven. Momenteel staan we in het prachtige Janmarstadion hier in Almere. Het zonnetje helaas nog niet doorgebroken, wel een beetje wind. Desalniettemin is de sfeer hier opperbest en bij ons natuurlijk ook. En we gaan verschillende dingen vandaag bespreken. Slot. Die blijft bij Feyenoord. Ik zie Broer Stol met een feest. Mega glimlach. Ja. PSV, the day after. En als laatst nog even het CL-ticket van Erik ten Hag misschien wel. Met Manchester United. Maar laten we beginnen met Arne Slot. Die blijft. Broer Stol, hoe blij ben jij? Ja, fucking blij, man. Echt. Ik had het niet verwacht, man. Gisteravond werd er nog een persbericht teruggetrokken dat Slot zou vertrekken. Toen hebben we nog geappt. Moeten we nu een breaking news uitzending maken dat ook Slot vertrekt? En, nou goed. Maar het is bizar. Je leest 12 uur later. We hebben alleen maar gelezen over harde onderhandelingen. Hij wil naar Spurs. Rafael Pimenta is alleen maar in onderhandeling met Feyenoord. Ik heb geen idee. Ik heb er nog nooit gesproken. Okay. Slot niet naar Ibiza, waar heel het team wel is en zo. Ja. Dus ik dacht van ja, het is onhoudbaar. Hij kan naar de Premier League. Hij wil dat. En hij gaat het gewoon doen. En vanochtend Martijn Krabbe dan volgens mij als eerste. Lijk. Ik weet het niet. Ik werd echt een beetje gek, man. Maar weet je wat ik had het echt niet verwacht gewoon. Ik dacht van, oké, het is ook mooi geweest. Dat is het, ja. We krijgen er nog een afkoopsom voor. Slot heeft van alles gedaan waardoor we als Feyenoord supporters fucking trots weer mogen zijn. Het is goed. Maar ik schaam me ook een beetje voor het feit dat ik altijd dacht bij Feyenoord supporters die zeiden van ja, hij moet niet naar Spurs gaan. Van, dat is supporters retoriek, weet je wel. Van, omdat jij Feyenoord de mooiste club vindt, daarom zeg je dat Leeds belachelijk is en dat hij niet naar Spurs moet gaan. En ja, achteraf gezien, hè, want misschien dat hij wel ook niet echt naar Spurs kon of dat het niet was zoals hij het wilde. Maar het feit dat hij bij Feyenoord blijft nu al, is super sick. Dat zegt echt veel over Feyenoord. Nou ja, sterker nog, hij zegt, er zijn helemaal geen onderhandelingen geweest over wat de afkoopsom zou zijn naar Spurs en zo. Het waren gesprekken, harde onderhandelingen, over dat ik bij Feyenoord zou blijven. En natuurlijk, dat contract wordt opengebroken. Daar gaat hij echt flink wat meer op verdienen. Dus daar zijn de onderhandelingen over geweest, heeft hij nu bekend gemaakt. Ja, schitterend. Ik word nog blijer, want blijkbaar heeft hij gewoon alleen maar ingezet op van oké, ik wil langer blijven. En alleen heeft hij wel gevochten voor misschien een hoog salaris. En volledig terecht. Hij heeft de hele club omhoog getrokken. Hij zegt in het AD ook, ik heb een hoop gehoord over de interesse van andere clubs in mij. Ik ben dankbaar voor de waardering die daaruit spreekt, maar mijn wens is om bij Feyenoord te blijven. Ja, dat is toch waar. Ja, wat mooi. Wil je? Stel dat je de beste trainer van Nederland hebt. Hè? Stel even, je hebt bij je club heb je de beste trainer van Nederland, Arne Slot. Okay. En die zegt, nee, fuck de Premier League. Ik wil graag bij Feyenoord blijven. Ik wil uitbouwen wat we de afgelopen 2 jaar hebben gedaan. Kan je dan voorstellen hoe blij je bent? Tuurlijk. In jouw geval, of als je Dennis de Kloeze bent? Ook. Ja. Maar toch ook helemaal met het idee dat er nu de andere twee topclubs in de fik staan. Ja, ik zat dat boeit me echt weg. Nee, maar ik bedoel, dat is nog eens extra mooi dan, toch? Dat je daar waarschijnlijk, nee, maar dat je daar dat je Slot binnen boord kan houden, waar niet het bestuur. Ja, maar dat is voor volgend jaar. Ja, het zegt wel iets over hoe mooi de club Feyenoord is natuurlijk. Want anders zou hij dit nooit doen. En ook wat de potentie is. Hè? En hij heeft natuurlijk ook ervoor gezorgd, door de afgelopen 2 jaar, heeft hij er natuurlijk voor gezorgd dat hij heel veel te zeggen heeft en dat hij ook wel wat kan eisen. Ja, dat is het. Want ik denk dus dat dat een hele belangrijke rol is. Natuurlijk, 1 heb je dat salaris. En hij heeft als voetballer niet de miljoenen verdiend die veel anderen wel verdiend hebben. Nee, ik bedoel, dus ik denk dat 1 miljoen meer voor hem is belangrijker dan dat het misschien voor Erik ten Hag bijvoorbeeld is. Alleen, ja, of hij 10 miljoen extra uit mag geven aan transferbudget komende zomer, dat heeft natuurlijk ook heel veel invloed op wat zijn volgende stap als trainer wordt. Want dat kan net die linksbuiten zijn, die net zo effectief is als Jahan Baks en Idrissi samen. Laten we wel hopen. Dus dat speelt echt mee, denk ik. Het enige wat ik echt hoop is dat hij niet veel meer macht heeft gekregen over de transfers. Want de spelers die je hoort, die hij wilde halen, dan komen we toch wel uit bij veel Nederlandse spelers uit de Eredivisie. Mm-hmm. Ja. En dat hoeft van mij niet per se. Ik vind juist dat er met de nieuwe scouting een hele goede koers ingezet. Dus ik hoop dat hij toezegging heeft gekregen van er komt meer spelersbudget beschikbaar. Ja. Dat hoop ik heel erg. Maar niet dat hij, ik ben altijd niet erg voor om 1 iemand extreem machtig te maken binnen een club. Dat heeft volgens mij nog nooit echt gewerkt. Maar nu dit is iets een negatieve kanttekening, maar het is geweldig. Man. Zal het bij Arne Slot ook nog zoiets zijn? Want als ik hem zie, dan krijg ik dat gevoel een beetje ook dat hij denkt van oké, wacht even. Met deze boys heb ik het gedaan. Nu wil ik ook met deze boys het in de Champions League zien. He, dus niet dat hij dan nu pleiten gaat. En dat hij wil toch ook dan onderdeel maar zijn van de avontuur. Maar dat is wel bijzonder hoor. Want hoeveel mensen doen dat nou nog?
Ja, niet veel. Niet veel. Maar dat siert hem ook. Arne. Ja, ook omdat iedereen had het er alweer over. En wij ook van, ja nee, hij gaat nu precies hetzelfde doen als bij AZ. Hij gaat gewoon iedereen meenemen naar Spurs en daar zijn eigen Arne Slot kamp bouwen. Maar dat, ja. Arne Slotdorp. Arne Slotdorp. Arne Slotdorp. Slotdorp. Ja, er zit geen kapper. Slotdorp. Maar nee, ja. Ja, heb ik ook niet nodig. Dus dat scheelt. Ik binnenkort ook niet. Nee, maar fucking mooi. Man. Maar mooi. Spelers zijn natuurlijk ook een beetje, denk ik, voor Arne gekomen. Hè? Thomas van der Belt onder andere. Gaat het nu ook uitmaken? Gaat Chirouki. Een Kukcu nou bijvoorbeeld niet misschien? Ja. Dat hij dan denkt van, wacht even, alles blijft bij elkaar. Hier wil ik onderdeel het van helpt. Hebben. Het helpt, want alle spelers, misschien is er een enkeling die ik even vergeet, maar bijna alle spelers hebben zich doorontwikkeld onder Arne Slot. Ja. Bijna allemaal. Zeker de jonge spelers hebben zich allemaal doorontwikkeld. Dus ja, die zien ook van, oké, en Champions League. Mm-hmm. En ik heb nog een jaar een onwijs goede trainer waar ik zeer waarschijnlijk goed onder ga spelen. Dus dat ik volgend jaar nog een heel goed seizoen achter de rug heb. Misschien komt er dan een grotere club. Tegelijkertijd, als ik Kukcu dit seizoen in de Eredivisie zie, daar stijgt hij ver bovenuit. En in de Europa League. En wat natuurlijk ook heel erg meespeelt is, Slot heeft nog 30 jaar om trainer van Real Madrid te worden. Ja. Van Oranje, van wat dan ook. En Kukcu heeft, Kukcu is nu, als hij geluk heeft, is in 22, meen ik. Heeft dus waarschijnlijk nog, ja goed, 10 jaar om echt in de top te spelen. Ja. En dan nog een paar jaar op een ander niveau. Ja, maar hij heeft nu ook straks de kans om in de Champions League te laten zien. Ja, maar ik denk zeker, dat er clubs aan komen die dat ook spelen. Kijk, maar aan de andere kant, ik had ook gedacht dat Slot zeker weg zou gaan. Dus het zou voor Feyenoord en daarmee voor de Eredivisie fantastisch zijn. Als Kukcu wel zegt, oké, we gaan nog 1 jaar, contract wordt verdubbeld. 20% van de transfersom. Godsamme, jij moet ook zaakwaarnemer worden. Dat zijn lekker onderhandelingen. Nou, als ik van mezelf zou kunnen onderhandelen, had dat ook al een hoop gescheeld. Dus ik denk dat ik niet zo'n goede zaakwaarnemer zou zijn. Had ook wel handig geweest. Nee, ja, ik denk dat het voor heel voetbalminnend Nederland ook gewoon vet is dat hij blijft, toch? Ja, ik ben echt fucking blij van. Sympathieke man en goede trainer, dus top. Legend. Dan gaan we door naar PSV, want daar is natuurlijk wel het een en ander aan de hand. Gisteren breaking news midden in de Daily. Zag je Wouter zijn kop? Zag je Wouter? Holy shit. Voor de mensen die hebben gekeken. Holy shit. Anders raad ik het aan. Of het clipje wat volgens mij online staat. Ik zou je ook kunnen kijken. Wouter die is verschrikt. Ja. En Jeroen die reageert terecht. Ja, want die ging er even vanuit dat hij ontslagen zou zijn geweest. Maar dat is het hele bijzondere aan deze situatie. Want zoals ik natuurlijk altijd heel genuanceerd ben en er nooit naast zit, zei ik. Ruud van Nistelrooy. Die vertrekt 100% na dit seizoen bij PSV. Maandag 22 mei. Ja. Woensdag 24 mei. Ruud van Nistelrooy stapt op bij PSV. Ja, ik zei, Van Nistelrooy blijft 100% als trainer van PSV. Omdat ik er dus van uitging, Marcel Brands gaat hem niet wegsturen. Ja. Nou ja, dat is ook niet gebeurd. Ik zat er natuurlijk wel valikant naast. Maar volgens mij heeft bijna niemand, ook niet in de andere media, rekening gehouden met het feit dat Ruud van Nistelrooy ook kan zeggen zelf, ja, als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. Terwijl je nu wel iedereen hoort zeggen, dat is wel zijn karakter. Ja, snap je? Dat is het gekke. Dus niemand die had verwacht dat hij het zou doen. Maar nu zegt iedereen achteraf, ja, maar dit is wel precies Ruud. En daarom, volgens mij zegt het hoe groot het was en hoe onverwachts het was, hoe iedereen erop gereageerd heeft gisteren. Want wij waren voor Wouter Boerkamp. Ja. Die heeft het net aan gered. Meltdown. Maar ik bedoel, alle media, die persconferentie. Vond je dat een goede persconferentie? Ja, ik hou. Dit maakt voetbal zo mooi. Ja, man. Dit is de entertainmentindustrie waar Marcel het altijd over heeft. Nee, maar dat is echt zo. Dit is vermaak en dit zorgt ervoor dat we. Dit zorgt er ook. Het is niet leuk voor Ruud van Nistelrooy. Het is niet leuk voor PSV. Het is niet leuk voor PSV-supporters. Spelers die nu genoemd worden, is het allemaal niet leuk voor. Maar het is wel vermaak voor de voetballiefhebber. Want nu gaan we weer speculeren over een nieuwe trainer. Over de volgende stap van Nistelrooy. Over wie het lek is geweest. Ja, maar heeft gelegen. Dit is waarvoor pushmeldingen zijn uitgevonden. Zeker. Ja. Ja, echt fantastisch. En ook de enige reden. Ja, een van de weinigen. Ja, nee, ja, het feit dat, weet ik veel, de opstelling bekend is of zo, is niet waarvoor pushmelding. Maar jullie hebben de persco hebben jullie gezien. Ernie Stewart had volgens mij ook nog steeds geen echt een idee wat er allemaal gebeurd was. Want die zat ook een beetje van, Ruud, opeens was hij weg. Ja, maar even, ze hebben dus nu eergisteravond, dinsdagavond, hebben ze een gesprek gehad. Ja. Met z'n drieën, Brands, Stewart en Van Nistelrooy. Mm-hmm. Daaruit kwam dat zij eigenlijk wel met hem door wilden. Mm-hmm. En dat Van Nistelrooy eigenlijk misschien ook dacht van, ik heb ook een theorie. Maar toch een beetje gelijk. We hebben allemaal een soort theorie volgens mij. En ik denk dat Van Nistelrooy er toen de volgende een nachtje over heeft geslapen. Ja. En dat hij wakker werd. En dat hij toen dacht, zij gaan de spelersgroep toespreken. Terwijl die spelersgroep, zij gaan ik ernaast sta. Terwijl ik ernaast sta. Dus blijkbaar ben ik zelf niet goed genoeg. Dit is mijn eer te na. Ik vind het mooi geweest. En dat kwam weer, want volgens mij klopt dit. Dat hebben ook meerdere PSV-watchers, waaronder Rick Elfrink, volgens mij gezegd. Dat kwam weer omdat de spelers naar de directie zijn gegaan. Ja. Naar aanleiding van het aangekondigde vertrek van André Ooyer en Fred Rutte. Mm-hmm. Die niet zeiden van,
Ruud van Nistelrooy moet weg. Maar die zeiden, ja, er moet in de staf wel wat gebeuren als Ooyer en Rutte weggaan. Wij willen dat ze blijven. En daaruit is dit dan weer voortgekomen. Ja. Dus het is echt een soort... Ja, het is bijna... Wat bij sommige clubs in 2 jaar gebeurt, is bij PSV intern in, weet ik veel, een dag of 14 giftige gebeurt. Cocktail. Nou ja, de term... Giftige pijlpunt. Slangenkuil. Slangenkuil. Ja? Kunnen we weer van stal halen. En het is wel super bizar hoe... De hertslang. Nee, maar hoe, ja, wie is dat? Ik ben zo bang voor slangen. Maar het ging over de boa constrictor van Twan. Daar reageerde gelijk iemand op met een foto van de slang. Ik schoot gelijk in de kleren. Maar eerst is natuurlijk Van Bommel, die is weggestuurd. En uiteindelijk is bijvoorbeeld John de Jong ook genoodzaakt geweest om op te stappen dit jaar. Nou ja, nu is Van Nistelrooy eigenlijk ook genoodzaakt geweest om te stappen. Want het is gewoon een motie van wantrouwen eigenlijk wat er gebeurd is. En ja, dat zegt wel veel over, denk ik, de sfeer die er is ontstaan bij PSV. Het zijn interne processen waardoor mensen weggaan. Dus niet de druk van buitenaf. Kijk, de druk van buitenaf was er. Hè. Op John de Jong is er kritiek geweest. Ja. Op Van Nistelrooy is er kritiek geweest. Maar niet zo heftig zoals wat er nu bijvoorbeeld bij Heitinga is. Zo erg is het niet. Of op Schreuder. En eerder bij Feyenoord is dat ook geweest met bijvoorbeeld Advocaat. Zo erg is dat niet geweest bij PSV. Lang niet, nee. Dus het zijn interne strubbelingen. Dus dat is wel heel erg opvallend. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat nu zit met die spelersgroep. En wat daarin gaat gebeuren. Ik vind dit prachtig. Want je kan dus aan alles wat alle watchers zeggen en wat naar buiten komt, een aantal dingen concluderen. Xavi Simons? Ja, Xavi Simons was voor Ruud. Ja. Dit was geen Judas tweet. Nee. Pro-Ruud. Nee, pro-Ruud. Dat heeft iedereen gezegd. Je hebt ook gezegd van 2 mensen gehoord dat Joey Veerman, die was niet blij met dat Ruud van Nistelrooy. Dat lees je ook op VI, bij Marco Timmer. Maar Marco Timmer... Vind ik nou Joey geen type Paul voor. Vos zei dat ook. En het zegt wel veel over het feit dat wij hebben hem geroemd als zijn ontwikkeling. Mm-hmm. Alleen, ja, ik denk dat dat dan toch wat minder is dan het was. Want ja, dat komt dus gewoon puur door het feit dat hij niet bereid is om de arbeid te leveren die de maniak als spits Ruud van Nistelrooy wilde leveren. Precies. En ook niet wat de trainer Ruud van Nistelrooy eiste. En daarmee heb je denk ik precies de kern te pakken wat we eerder ook gezien hebben bij andere topvoetballers die trainer werden. Of het nou Gullit is of Van Basten is een aantal keer voorbij gekomen. Dirk Kuyt. Ruud van Nistelrooy was een bizar fenomeen. Mm-hmm. En die is natuurlijk ervaring op gaan doen, dus dat is allemaal wel waar. En daarmee is hij hoofdtrainer geworden. Hij dacht zelf dat hij nog niet klaar was. Maar heeft hij niet de inschatting kunnen maken van... Oké, er zijn ook gasten die beleven voetbal op een tiende wat ik het doe. Mm. Die heeft niet... Voor hun kan dat misschien ook beter zijn. Joey Veerman kan misschien een betere voetballer... En nu noemen we heel specifiek Joey Veerman, hè. Mm. Maar Joey Veerman kan misschien een betere voetballer zijn. Die kan op zondag beter presteren als hij door de week misschien 3 stapjes minder hoeft te doen. Ja. Dus er zitten 2 kanten aan. Aan de ene kant kan je het heel erg prijzen dat Van Nistelrooy blijkbaar zo maniakaal... En maniakaal, dat vind ik ook een beetje een negatieve toon. Bezeten. Maar zo bezeten, zo ermee bezig is... Voetbaldier. Dat hij zo'n voetbaldier is. Dat hij elke dag het maximale wil eisen. Omdat hij dat zelf kon opbrengen als speler. En daarom ook waarschijnlijk de absolute top heeft gehad. Precies. Maar misschien moet je ook wel inzien dat misschien niet alle spelers dat nodig hebben. Ook om top te presteren. En dat is dus denk ik ook precies wat je niet in je staf aan kan trekken. Kijk, je kan iemand in je staf aantrekken die tactisch heel goed is. Die op het trainingsveld heel goed dingen uit kan zetten. Die tactisch goed is, weet ik veel. Die wat dan ook brengt, structuur. Maar iemand die de groep managt, is altijd aan de hoofdtrainer. Ja. Dus je moet altijd als hoofdtrainer in staat zijn om zo'n cultuur te bewaken. En als je dat niet kan, ben je dus nog geen geschikte hoofdtrainer. En ik denk dat dat dan de pijnlijke conclusie is. Maar misschien is dat ook wel een beetje een soort van generatiedingetje. Kijk, toen Ruud zelf bij Sir Alex rondliep, toen was wel die discipline daar en toen was dat normaal. En nu heb je gewoon met gasten te maken met een eigen willetje, ja, met een eigen dingetje, met een zusje. Dat kun je wel zeggen over Sir Alex. Weet je, zoals bij ons. Zoals bij ons. Daar ben jij dat. Laten we wel eerlijk zijn. Vind je mij iemand die zomaar naar het bestuur zou stappen? Mag ik één ding zeggen? Jij zou wel altijd niet naar degene stappen die er daadwerkelijk wat aan kan doen. Jij zou eerder bij anderen gaan klagen. Ik wil nog wel eens klagen. Bijvoorbeeld in de auto vanochtend. Nee, maar kijk, bij Sir Alex was het ook zo dat die ook kant erna had. Weet je wel? Dus die toptrainer die keihard is, die moet wel altijd in staat zijn om die paar pareltjes te managen. En kijk, ik vind het wel super jammer, omdat dit iets is wat je kan leren. Als hij hoofdtrainer geworden was bij Go Ahead dit jaar, wat genoemd werd, Heerenveen of zo, dan was hij waarschijnlijk tegen een muur aangelopen van gebrek aan topsportdiscipline bij heel veel spelers. Had hem dat 3 maanden tijd gekost en dan had hij denk ik beseft, oké, ik ben niet het voorbeeld
van een prof. Weet je wel? Van een voetbalprof. En dan had hij dat later op kunnen pakken. En ik denk dat dat nu toch lastiger is. Omdat ondanks dat hij zelf weggaat en niet ontslagen wordt. Ik denk niet gelijk hem aan de slag zie gaan bij nog een club van de allure van PSV. Dat hij toch daar onderin moet stappen. Ja. Dan nog even als laatste wil ik nog wel even weten. Jij zei net van hoe dat in zijn spelersgroep gaat. Maar je hebt dus straks spelers in een kleedkamer. Een deel dat hem graag weg wilde hebben. Een deel dat vond pro-Ruud, team Ruud. Team Xavi. En nog een deel die waarschijnlijk niks Leutraal. Zegt, maar ook een mening heeft. Dat hebben. Hoorde ik dus Maarten Wijfels vertellen na de podcast. Dat Ibrahim Sangaré hoorde van Ruud van Nistelrooy gaat weg. Dat hij dat allemaal niet had meegekregen. Is dat hij gelijk in de auto gestapt is. Dus dat hij dacht, wat de fuck is hier aan de hand? Dus waar is hij gaan dan? Nee, hij is daarna wel weer gaan trainen, maar hij wilde gelijk naar huis gaan. Oh, hij dacht gewoon, dacht vrij. Dus hij is ook pro-Ruud. Nee, ja, volgens mij is We hebben zo'n bord nodig. Ja. We hebben een bord nodig met misschien kunnen we het op TikTok en dan zo. En wat we ook weten is, we hebben natuurlijk de André Ooyer en Fred Rutte konden niet met de Spaanse assistent van Ruud. Weet je wel? Die meneer, volgens mij die Rablas of zo. En je kan ervan uitgaan. Barcelona. Nee, het is niet Ramblas. Nee, ja, het lijkt erop. Ik weet het niet precies. Maar, dus je kan er ook van uitgaan. Waarschijnlijk een aantal Spaanse jongens zaten ook in dat kamp. Guti. Nou, Guti die speelt natuurlijk niet altijd. Maar bijvoorbeeld Benitez, daarvan hoor je nu ook dat hij weg wil. Dus ik denk dat Benitez ook in kamp Ruud zat. Maar het ging toch ook om een video-analyst of zo? Of om een data-analyst. En dat Ruud wel een beetje van de data was. En de andere niet? Nou ja, wat Rick Elfrink vertelde is dat in de PSV-podcast, die echt nog steeds heel relevant is, ondanks dat die is opgenomen voordat die zou vertrekken, is dat uiteindelijk Ruud van Nistelrooy ook gewoon zijn assistenten overroelde. En dat is logisch als hoofdtrainer. Ja, dat mag toch. Alleen, ja, als je vraagt wie is de vakman binnen dat kwartet aan trainers, dan is dat toch André Ooyer. Nee, maar ik ben het daar niet helemaal mee eens. Van Fred Rutte, die dat vind ik ook aan Fred Rutte. Die is gekomen als assistent. Nee, ja, ik snap dat volledig. Ik ben het helemaal met jou eens. Maar hij kan het moeilijk vinden. Ja, maar ook in zijn spelersgroep is het natuurlijk zo dat als jij ziet dat Fred Rutte iets vindt en dat dat op de training werkt en Van Nistelrooy doet dat dan niet, dan snap ik dat je daarmee toch naar een soort ander kamp valt. Maar ja, goed, de sfeer in de trainerskamer is heel snel van 18 graden. Ja, het kost ook veel geld tegenwoordig. Zo, morgen. Is business? Ik zie nu daar business terras staan. Het is toch met... Nee, niet met dubbel S. Nee? Oké, dan ligt het aan mij, sorry. Maakt niet uit. Maar Fred Rutte gaat Plus ook... Ines. Maar dan het duel van zondag tegen AZ. Daar zit Rutte nog voor de laatste keer nog op de bank, want die gaat natuurlijk ook weg. Gaan ze die winnen? Gaan ze op het veld met elkaar op de vuist, die spelers of weet ik veel wat? Er zijn kampioenswedstrijden geweest die minder beladen waren dan de laatste speelronde om de tweede plek nu. Ja. Met Ajax aan de Twente moet en AZ dat thuis mooie wedstrijden. Echt mooie wedstrijden ook als einde, man. Ja, echt, dat het niet heel veel zin in. Ajax RKC is en PSV. Fortuna. Daar hebben ze Fortuna. Ook echt zichzelf zo erg voor op de borst geklopt bij de KNVB-planning. Ja, dit is een lekker einde van de competitie. Ja, schitterend. Heerlijk. Hebben jullie nog opties voor een nieuwe trainer? Poeh, zo 1, 2, 3. Ik, ja, maar Dick Advocaat, die is weer vrij. Nee, PSV gaat denk ik weer voor een buitenlandse coach. Ja, maar we moeten nu alle voetbalclichés van stal halen. We hebben nu een jonge, innovatieve trainer gehad. Ja. Dus nu krijgen we een ervaren trainer. Ja, Guus Hiddink. Dat moet... Wij zagen Bert van Marwijk lopen. Nee, ze heeft al heel vaak gezegd dat hij het niet meer gaat doen. Nee, maar het moet een cliché zijn. Nee, maar heeft ook met Van Bommel. Dat is hebben niet we hebben nog cliché. Een beetje zo'n oude, trainer in het buitenland? Nou ja, weet je waar ik dus heel benieuwd naar ben? De champ. En kijk, ik denk dat PSV-supporters hier totaal niet op zitten wachten. En dat begrijp ik ook wel. Maar of Marcel Keizer ooit in Nederland de reputatie die hij een beetje heeft opgebouwd... Ja. Nog een keer waar gaat maken. En dat lijkt me super vet. En ik weet niet of PSV graag een Nederlander wil. Want je hebt ook wel gehoord dat Roger Schmidt niet altijd goed bevallen is. Maar dan zijn er niet heel veel hele goede Nederlandse opties beschikbaar... los van de relatief saaie Pascal Jansen. Peter Bos. Die heel erg voor de hand ligt. Ja, Peter Bos. Ja. Wim Jong. René Haken. Wim Jong zei iemand er gisteren ook tegen mij op Insta. Sipke Hulshoff. Staat bekend. Je zou eigenlijk het lijstje van Feyenoord zou er prima bij kunnen pakken natuurlijk. Ja, behalve Greg Berhalter, denk ik. Ja, geen fan van Greg Berhalter. Nou ja, jawel. Maar die link is er niet zo, toch? Nee, dat is waar. Nou ja, Marcel Brands. Hoezo niet? Wim Stewart is toch een Amerikaan ook? Oh ja. Nou ja, Greg Berhalter. Ja, en Bradley Senior. Inderdaad. Hey, dan nog even als laatste. De Champions League ticket voor Ten Hag misschien nog. United heeft nog één puntje nodig in twee duels. Chelsea thuis en Fulham uit. Ja,
Dat halen ze wel, toch? Ja, zeker weten. Zeker weten. En als ze er 6 halen, dan komen ze qua punten... dan gaan ze natuurlijk over Solskjaer heen. En Mourinho heeft er volgens mij nog een keer 80 gehaald, als ik niet vergis. 81. Maar dat is toch wel een stukje extra reputatie voor Ten Hag. Zou voor Ten Hag heel goed zijn, denk ik. Want er heerst tevredenheid. Ja. Maar er is, het is nou ook geen... hoe noem je dat? Het is geen jubelstemming of zo. Nee. En er wordt af en toe ook iets meer van verwacht. Er wordt ook natuurlijk wel gezegd van... we hadden misschien iets meer qua spel verwacht wat beter zou zijn. Misschien iets assertiever nog. Ja, misschien ook in topwedstrijden iets stabieler. Iets meer van Anthony. Ja, en er is natuurlijk wel heel veel geld uitgegeven. Dus hij kan nog wel dat gebruiken. En ik denk wel dat er zo naar wordt gekeken. Want volgens mij het land waar het meeste... altijd zo'n tabelletje naar voren komt. De Manchester Evening Standard. Ja, waar vergelijkingen worden gemaakt tussen twee mensen. Dat is in Engeland. Je ziet dat met spelers wordt dat gedaan. Met trainers wordt dat gedaan. En als hij dan... Want Solskjaer wordt er altijd bijgehaald. Omdat dat altijd werd gezien als de slechtste, diepste, zwartste periode van United. Terwijl hij nog een keer tweede geworden is natuurlijk. Dan is het denk ik wel goed als je daar boven staat. Want hoe zou je nou... Stel je hebt Jan op de hoek of John from the corner in Manchester. Hoe zal die nou kijken naar dit seizoen dan? Want ik bedoel, kwartfinale Europa League gehaald. Carabao Cup gewonnen. Finale van de FA Cup. Zullen ze tevreden zijn? Kijk, je hebt of weer zullen ze altijd dan zeggen, City is kampioen geworden, wij niet. Dus weet je wel, in Nederland hebben we natuurlijk nooit echt waardering gehad voor het voetbal dat Sir Alex Ferguson speelde. Mm-hmm. Maar dat Manchester United wat een hoop prijzen won, dat was ook wel echt vermakelijk. Mm-hmm. Weet je wel, nou ja, Van Gaal is daar nooit in geslaagd. Mooi is natuurlijk niet. Mourinho spreekt redelijk voor zich. Solskjaer ook niet echt. En Ten Hag heeft wel bij vlagen goed voetbal teruggebracht. Nog lang niet zoals ze het zouden willen zien. Maar wel een paar keer. Heeft het in grote wedstrijden af en toe wel gebracht. En ik denk dat dat de grootste winst is. Ja. Omdat hij dat dus kan koppelen aan resultaten. En aan nieuwe vermakelijke spelers. Want Martinez is geen vlammende nummer 10. Maar dat is wel iemand waarvoor je indirect naar het stadion gaat. Omdat er echt iets gebeurt. Wat vind jij de beste jongen die erbij is gekomen? Is dat Martinez? Is dat Martinez of Casemiro? Garnacho heb je ook natuurlijk. Is meer doorgebroken. Ja, Casemiro. Ik bedoel zeg maar een nieuwe... Is dat Casemiro het belangrijkste geweest? Ja, of Martinez. En Martinez natuurlijk... dit tweede seizoen zelf een groot gedeelte gebaseerd geweest. Dus Casemiro zou ik dan overal zeggen. Maar Martinez heeft achterin voor verlichting gezorgd. Met waar je eerst je constant druk om maakt. En hij heeft natuurlijk ook met heel veel... hoe noem je dat? Hij heeft heel erg afgerekend met dat hij niet goed genoeg zou zijn. Dus daarmee heeft hij extra indruk gemaakt. Ja. En Casemiro stond natuurlijk al aan de wereldtop. En daarmee heeft hij natuurlijk ook Ten Hag wat extra credits gegeven in zijn aanzien voor spelers. Ik denk dat Anthony... niet de verwachtingen waargemaakt heeft die veel Engelsen van hem hadden. Maar als je ziet hoe groot de stap is van Ajax naar Manchester United, dat hij het echt prima gedaan heeft. En wat ik me nou afvraag is, Erik ten Hag, die heeft komende zomer weer 150 miljoen. Daarvan kan hij 2 hele dure spelers kopen en nog een transfervrije ervaren gozer. Wat moet ten Hag nou doen? Ik denk dat er een middenvelder erbij moet komen. Volgens mij willen ze zowel Sabitzer halen, maar daarnaast nog iemand. Mason Mount wordt geroepen. Ja, die wordt bij elke Engelse club genoemd. Je leest zelfs onze Franse vriend. Rabiot. Pogba. Ja, ik moet zeggen dat Rabiot dit seizoen dan wel weer een goed seizoen heeft. Maar ik zou dat ook niet in huis halen persoonlijk. Ja. Kane als spits? En een centrumspits. Ik denk dat je daar toch niet aan komt. Want dan kan je Rashford gewoon een seizoen op dezelfde plek laten staan. Denk linksbuiten. Ja. Je hebt Sancho natuurlijk daar ook nog. Dus je kan ook zeggen van Sancho en Rashford. Maar Sancho laat het gewoon niet constant zien. En Rashford zou heel erg gebaat zijn, denk ik, om gewoon een seizoen op één plek te spelen. Dat denk ik ook. En ik denk dat hij op zoek gaat naar iemand die 38 wedstrijden naast Martinez kan spelen. Dus een centrale verdediger. Dus eigenlijk in elke linie eentje nodig. De as. Wat trainers altijd zeggen als ze proberen. De hele as volbouwen. De hele as vernieuwen. En wie volgend jaar de eerste keeper is, natuurlijk David de Gea, die qua clean sheets is het fantastisch. Maar ik hoor ook wel, nu klinkt het net alsof journalisme. Ik luister de Engelse voetbalpodcast waarin gesuggereerd wordt dat David de Gea zo tevreden is. Dat hij misschien nog wel als tweede keeper op termijn blijft en dat hij een nieuwe keeper wil halen. Zo, het is natuurlijk weer een enorme bord op schootscouting. Maar Onana naar Manchester United zou ik ook gruwelijk vinden. Ja, maar Ten Hag moet het niet doen. Hoezo niet? Hij moet niet allemaal... Nee, maar oké, maar De Gea is niet een voetballer, een keeper die past bij het voetbal wat Ten Hag wil spelen. Dat zie je. Als je een nieuwe keeper wil halen, dan zijn er niet... Dean Henderson gewoon? Of zie je dat niet meer gebeuren? Ik vond Dean Henderson bij Sheffield United echt fenomenaal, maar als je kampioen wil... Bart Verbrugge? Niet goed. De Premier League is gewoon nu alweer veel sterker dan 4 jaar geleden. Als je 4 jaar geleden een goede Premier League keeper was, dan is dat nu al. Maar dit zijn te veel spelers die we nu opnoemen, hè? En een keeper en een centrale verdediger en een middenvelder. En een spits. Zeker als Harry Kane het wordt, dan ben je alweer
Dat dus zal het zijn, 90 miljoen verder. Ja, dan kun je het BBP van Luxemburg als salaris gaan betalen. Mooi. Dat is echt... Hey, vanavond de eerste horde dan in die race naar die ene punt. Chelsea komt op bezoek. Verloren onder Lampard 2 keer van Madrid, van City, Arsenal, Brighton, Brentford en Wolves. Volgens Martin Haven, een van de allerbeste trainers van de Premier League. Het wordt langzaam ook gewoon zielig. Weet je, in het begin kon ik enorm van genieten als het slecht ging met Frank Lampard. Maar ja, nu kan ik nog wel genieten van dat Jamil Mensah's club dan weer verliest. Maar voor Lampard wordt het een beetje pijnlijk langzaam. Ja. Ja, Martin Haven die opeens medelijden gaat hebben met iemand. Dat is toch ook... Ik heb ook vaak medelijden met jou. Ja, dankjewel. Heren, wij gaan zo inpakken hiero. Maar er staat natuurlijk genoeg op het programma rondom de playoffs. Check ook allemaal eventjes de video die gisteren online is gekomen. Link in de beschrijving. We zijn bij Twan geweest met Peter Hiballa. Ah, die wijsneus, laas. Het was waanzinnig. Check de nieuwe eerste de beste. En ik wil mensen toch even oproepen. Subscribe je nou op het YouTube kanaal van FC Afkikken. Want we gaan richting die 30k. Zeg, heb je dan ook wel eens, hoe vaak je dat hoort, dat je denkt, ik ga nu unsubscriben? Ja. Dat je denkt, wat een bom, gezeur. Ja. Want het maakt er niet heel veel uit of je 29,9... Het is toch gewoon symbolisch. Het is symbolisch. Ja, het is symbolisch. Ben jij een man van symbolen? Ik symboolpolitiek. Ja, nou, let's go. Iedereen bedankt voor het kijken en luisteren. Vergeet dus niet te liken, te subscriben. En dan zijn we er morgen weer. Tjus! Doei!